Dames en heren, graag jullie aandacht voor het volgende. Na een lange periode van zelfonderzoek en zelfreflectie ben ik tot de conclusie gekomen dat het niet mijn schuld is. Het was iemand anders zijn schuld. En dat is het altijd al geweest. Want ik, dames en heren, ben fantastisch. Mocht het in de toekomst voorkomen dat het wel mijn schuld is, dan zal dat waarschijnlijk aan iemand anders gaan liggen. Daar wil ik graag de vergadering mee sluiten. Bedankt.